Dag mensen, een hele goede morgen, welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En iedereen hartstikke bedankt voor de verlovingswensen. Wordt heel erg gewaardeerd, tof om te lezen. En in deze video gaan we ook kijken naar Bitcoin, een aantal altcoins en naar wat nieuwtjes. Dus blijf lekker zitten, neem een kop koffie en vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we beginnen even met de groenste wensen, nogmaals. En 15% korting op alle online videocursussen. Je vindt de code in dit plaatje. Happy New Year. En de links onder in de videobeschrijving en de comment. Dan interessant nieuws. De Italiaanse bank, Banca Generali, wil zijn klanten gaan aanbieden dat ze kunnen kopen, verkopen, maar ook het vasthouden van Bitcoin in early 2022. Dus waarschijnlijk het eerste kwartaal. Dus ook hier banken. Bitcoin is niet weg te slaan. En ondanks dat de koers toch wat lager staat dan dat we willen natuurlijk. Hè. We hadden gehoopt op een 100.000 vorig jaar al. Toch denk ik dat dat zeker nog mogelijk is. Ik zie in ieder geval nog steeds dat we in een bull market zitten. En dit is zeer waarschijnlijk ook gewoon een accumulatiefase waarin de big boys weer aan het kopen zijn voordat de koers weer een volgende kant op gaat. En zelfs grote banken die willen dus ook Bitcoin gaan Bitcoin aanbieden aan hun klanten. Het is op naar de volgende bank die dit ook gaat doen. Het zal Ik weet niet of het de eerste is, maar ja, er zullen ongetwijfeld meer banken volgen. Dan, happy birthday ook natuurlijk, 3 januari 2009. Toen kwam Bitcoin, ging live en is nu inmiddels 13 jaar oud. En is in die tijd van niks naar, in ieder geval op dit moment, $45.000 gegroeid. Dan, ook interessant om te zien, waar we in ieder geval zien dat sinds Bitcoin, niet eens per se sinds Bitcoin, maar wat we zien is dat er steeds meer geld naar de rijke mensen gaan. Hè? De geldkloof, de wealthkloof, die wordt steeds groter. Hè? De armen worden steeds armer, de rijken worden steeds rijker. Dus dat geld verschuift naar de rijken. Terwijl we bij Bitcoin, bij Bitcoin juist zien dat het aantal rijke whales, hè, dus het aantal whales dat neemt af. En retail, de kleine jongens, maar ook wat publiekelijk wordt vastgehouden. Ja, dat is aan het groeien. Dus Bitcoin wordt juist steeds beter gedistribueerd over alle participanten in het Bitcoin-netwerk. Goed, de grafieken. De S&P 500 ziet er sterk uit. Ook op de dagelijks hebben we dus eigenlijk hier nu een mooie hertest gehad van de vorige highs. En het lijkt hier door te willen gaan. En we vormen ook op de lage timeframes een right-angled descending broadening wedge. Wat een bullish patroon is, wat ervoor kan zorgen dat de S&P 500 inderdaad verder stijgt. En dat betekent dat dat over het algemeen in ieder geval, dat dat in ieder geval positief is voor Bitcoin. Want als deze negatief is, dan doet Bitcoin over het algemeen wel vaak mee in de negatieve correlatie. Dus S&P 500 is bullish, is in ieder geval altijd een positief punt voor Bitcoin. Betekent niet dat Bitcoin niet kan dalen, maar dat we in ieder geval daar minder op hoeven te letten voor de correlatie. Dan zien we dus dat S&P 500, de futures grafiek, de futures gap is gisteren volledig gesloten. Dus die kunnen er ook afhalen, hoeven ook niet meer op te letten. En als we dan nog even doorgaan naar Bitcoin op de 3 dagen, dus hier linksbovenin heb ik hem op de 3 dagen staan. Dan is ook wel interessant, we zien in de afgelopen 2 dagen eigenlijk inverted hammer candlesticks. En dat zijn bullish candlesticks. Het zijn niet de mooiste. Ik vind de wicks aan de onderkant wel een beetje aan de lange kant. Maar over het algemeen krijg je daarna een groene verloop van de koers. We zien hier ook potentieel een double bottom. Maar in mijn ogen is het wel te makkelijk om gewoon door te gaan naar boven. Een fake-out naar beneden middels groen. Om daarna door te gaan naar boven richting de 12 EMA en 200 daily moving average. Dat is veel logischer. Want er zullen hier ongetwijfeld stoplossers onder zitten. En die dan worden gepakt om liquiditeit op te halen voordat we doorgaan naar boven. In het bearish geval is er eigenlijk nog niks veranderd ten opzichte van gisteren. Overigens voor het hele plan niet. Bij potentiële double bottom. En bij een bearish afwijzing van deze supportzone. Ja, dan zit de koers gewoon vrij gauw op de $42.000 tot $40.000. Lage timeframes. We hebben eerst een goede bounce gekregen. Ik had hier een mooie rounded top. Die kreeg eerst nog een goede bounce. Er was hier ook een evenwichtpatroon. Dat brak eerst middels een fake out naar beneden uit. Ging toen naar boven. En daarna hebben we eigenlijk een hele goede dip gehad. Op de lage timeframes een goede dip. Op de hoge timeframes gebeurt er vrijwel niks. En is het eigenlijk best wel saai. Daarna eigenlijk
Dus de breuk van de supportlijn, die was niet hier. Die was veel later pas. Kwam nog voor een terugtest hier om door te gaan naar beneden. Heeft de eerste technische target gehaald, deze support. Maar niet de technische target van de rounded top. Kan nog komen wat dat betreft. Maar op dit moment ja, zal het waarschijnlijk wat meer zijwaarts actie zijn. Om te kijken of we hier in ieder geval worden tegengehouden op de 200 moving average van de 15 minuten. En de eerdere support wat nu weerstand zal zijn op 46.700. En op dit moment zien we in ieder geval dat er vannacht wat meer consolidatie was. En dit is wat ik een uur geleden in de Premium Discord groep deelde. Evenwichtpatroon kan beide kanten op uitbreken. En in dit geval is het een mooie scalp trade. En even kijken of we dan ook de technische target kunnen halen. Wat dus die weerstand is hier op de 46.722. Voor de rest blijft het toch een beetje zijwaartse ja, actie zonder dat het echt heel veel doet. Dan wil je ook leren traden. Dan kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Kijken of het überhaupt wat is voor je traden. Je leert in ieder geval wat het is. Wat je ervan kunt verwachten. En als je meer wilt leren over traden, kun je natuurlijk handelen in deel 1 doen. Van A tot Z leren wat traden is, alles erop en eraan. Deel 2 voor het hefboom traden. En als je een weekje wil meekijken in de Premium Discord groep, en dat is mijn Premium Discord groep, niet die van Crypto Insiders, dan kun je daar ook een weekje meekijken. Alle links vind je onder in de video. En FTX is de beurs die ik het meest gebruik om mee te traden. Rechtsbovenin vind je een review met een referral link met 5% korting op jouw trades voor de rest van je leven. Ethereum, de Rising Wedge is inderdaad naar beneden uitgebroken, maar de bears die zetten niet heel erg sterk door hier. Dit kan natuurlijk nog wel komen, zeker als Bitcoin op die weerstand wordt afgewezen die ik net liet zien, de rode weerstand. En dit zou ook prima nog een hertest kunnen worden van de Rising Wedge voordat het verder doorgaat naar beneden. Dit wordt geïnvalideerd als we boven de laatste high zien komen, de weerstand op 3861, dan kan deze Rising Wedge in ieder geval de prullenbak in. En kijk ik vooral naar deze blauwe Falling Wedge die hier op dit moment getekend is. Dus bij de uitbraak daarvan wil je hem op de hertest pakken. En dan ligt de technische target ligt hier rond de 46,60. Dan Chainlink en de verzoekjes vanuit de comments. Maandag, woensdag en vrijdag kunnen de Crypto Insiders me bestemmen. En alle kijkers kunnen op dinsdag en donderdag eigenlijk op alle dagen hun verzoekjes achterlaten in de comments. En die pak ik dan mee. En we beginnen, ik doe het altijd op alfabetische volgorde. Dus de autist in mij gaat dat nu ook gewoon weer doen. Gaan hier naar Dot. En eerder al, 21 december, deelde ik al dat er een mooie falling wedge voor Dot was. Die is inmiddels ook mooi uitgebroken naar boven. Dus hier zie je een mooie falling wedge. Heeft ook zijn technische target behaald. Is zelfs nog wat verder gegaan richting de volgende weerstand. Daar is het ook flink afgewezen. Maar zoals je ziet, zit de koers nog wel in deze groene balk support. Dus die zijn mooi vanaf gebounced eigenlijk, mooi bounce naar boven. Dus dat is goed om te zien voor Dot in ieder geval, dat het hier support wil houden, maar ook potentieel een dagelijks uptrend kan maken. We hebben hier een low, een high, higher low. En op dit moment ja, zitten we eigenlijk nog een beetje in het midden. Dus of het kan, in het beste geval wordt dit een higher high. En dan hebben we een mooie dagelijks uptrend te pakken. En in het saaiere geval wil ik haast zeggen, krijgen we hier iets van een evenwichtpatroon. Maar het is ook nog mogelijk dat we hier een cup and handle krijgen. Dus het is nog even afwachten wat Dot gaat doen. Maar op dit moment zien we dus ook dat hier mogelijk nog een cup and handle kan vormen. Dus hier heb je de cup. Hier heb je de handle. En het zal ook afhankelijk zijn van wat de consolidatie op de lagere timeframes gaat doen. Want als we iets verder inzoomen op de lagere timeframes. Op de 4 uur zie je die eigenlijk al. En op de 1 uur is het duidelijker te zien. We zien hier een evenwichtpatroon, consolidatie, afnemend volume. En dat betekent dat dit ook nog steeds beide kanten op kan gaan uitbreken. En in het mooie bullish geval breken we dus door naar boven. En dan zie ik de koers weer teruggaan richting die weerstand tussen de 32 en 33,28. En daarna zouden we dus een mooie cup and handle kunnen vormen. En zou het door kunnen gaan. Maar goed, dat is nog even afwachten. Kijken wat deze symmetrische driehoek gaat doen. En of we door kunnen zetten in richting deze weerstand. En over het algeheel op de hogere timeframes hebben we dan dus een mooie cup and handle. Dan gaan we door naar Chainlink. En op Chainlink ook eerder al een mooie falling wedge. Ook die had ik eerder gedeeld in de Premium Discord groep. Dus op 18 december was het al een mooie falling wedge te zien. En ook die is mooi naar boven uitgebroken. Heeft ook zijn technische target gehaald.
en is doorgegaan naar de 200 Daily Moving Average. Het is eigenlijk wel duidelijk, op dit moment is de sterkere weerstand is de 200 Daily Moving Average. En ook hier heb je de potentie voor het vormen van een falling of een cup-and-handle-achtige structuur. Maar daarbij moet het dus boven die 200 Daily Moving Average komen. Zodra we daarboven kunnen komen, ja, dan is het bullish. Dan kunnen we kijken naar de technische target ervan. En de eerstvolgende weerstand zal in ieder geval liggen hier op de $28.17. Je ziet eigenlijk al dat dit vaak een eerder al een weerstand is. En dat is ook de 0,382 Fibonacci weerstand. Dus dat voor Chainlink. En op de lage timeframes is er dus ook nog een cup and handle mogelijk. We zien dat Chainlink eigenlijk al een mooie stijging heeft gehad in de afgelopen. Dat was eigenlijk sinds 15 december eigenlijk al. En we zien hier een mooie ronde vorm ontstaan. Dat is de kap van de handle. Dus hier zouden we iets van een pullback kunnen krijgen. Deze gele lijn, dat is de 200 daily moving average. Dus daar moeten we echt boven zien te komen. En dat zou een mooie start kunnen krijgen als we hier een mooie handle gaan vormen. Met een neckline hier, de blauwe neckline. En een uitbraak daaruit voor een mooie stijging. Een pullback hier is vrij logisch, wil ik haast zeggen. RSI is op de 4 oversold. Dus we zouden ook hier op de RSI een mooie cup and handle kunnen vormen samen met de grafieken. En als we kijken naar Link BTC, is het ook niet zo gek dat Chainlink op de US-dollar-paar wat sterker is. Want ook op Chainlink zagen we eerder al een goede, mooie falling wedge. Ook deze is eerder al gedeeld in een premium Discord groep. En we zien ook hier de weerstand van de 200 daily moving average. Ook de RSI is hier overbought. Dus een pullback hier richting de laatste toppen. En potentieel zelfs van de falling wedge is hier mogelijk. Dit is voor mij het meest waarschijnlijke pad op dit moment. Goede pullback om vervolgens daarna door te stijgen. En de technische target van deze falling wedge ligt in ieder geval op de 0,007039. Dus dat voor Chainlink. En als laatste gaan we kijken naar Luna. En Luna, ook een mooie run, hè, waar Bitcoin eigenlijk vrij weinig doet en de meeste altcoins niet heel veel doen, is Luna lekker aan het gaan. Die zit nu wel iets meer in consolidatie. Op 22 december hebben we de $100 bereikt. En toen zei ik ook al, jongens, kan geen kwaad om wat winst te nemen op die $100 psychologische grens. De daily RSI die is vrij hoog. En ja, je hoeft niet alles eruit te halen, maar wat winst nemen en lager weer instappen is altijd een prima idee. En ook vanochtend bedoel ik Luna Rising Wedge. Gaan we zo direct even naar kijken. Goed, verder ingezoomd. Dus op 22 december bereikten we die $100. Gingen opnieuw terug, alleen op aflopend volume. En dat is eigenlijk altijd wel een bearish teken. Dat betekent dat de bulls aan het stijgen zijn, maar niet dus met lager volume. Dus dat is geen hele sterke stijging. Vervolgens zagen we daar een goede pullback richting de $80. En de vraag is dit genoeg geweest? Dus we zijn daarbij aangekomen op de 0,382 Fibonacci ongeveer. Daar zitten we nu. De $83 zit die. En daarna vormde de koers eigenlijk een rising wedge. En wat we dus ook vooral zien is dat de koers een mooie een daling maakte. Op een relatief goed bearish volume. Nu is het volume eigenlijk aan het aflopen. Dus dit is gewoon consolidatie. En we zien hier wel een rising wedge op de lagere timeframes. Die is inmiddels naar beneden uitgebroken. En dat deed het ook na een consolidatiefase. Ook aflopend volume, wat je normaal gesproken ziet in een rising wedge. Daarna iets toenemend bearish volume bij de uitbraak. Dus dat betekent dat de bears hier eigenlijk wel een goede overhand hebben. En wat we nu zouden kunnen krijgen is dus een hertest in de Fibonacci zone. Tussen de $91 en de $89.26. Met een bearish afwijzing om vervolgens door te gaan richting de technische target van deze rising wedge. En dat zal dan ook samenkomen met de 200 moving average. Dus voor mij is het de meest waarschijnlijke optie. Zeker als we hier meer bearish volume gaan zien. En op de lagere timeframes, en die zijn vaak wat minder betrouwbaar, zien we in ieder geval ook het vormen van een, ja, nog een rising wedge. Dus in een betere geval voor het shorter komen we in de Fibonacci zone. Tussen de, even kijken wat zei ik net, $89.29 en de $91. En in het meer bearish geval is dit een rising wedge. Technische target is de $86.34 voor een scalp trade in ieder geval. En ook hier zie je wel weer dat aflopend volume wat bijbehorend is aan een rising wedge. Dus dat voor Luna. Het enige sterke voor Luna is het volgende. En dat is de daily Bitcoin paar met Luna. En wat we daar zien is dat er eigenlijk wat meer consolidatie is. Met een low, high, higher low, lower high.
Dus als dit naar boven uitbreekt, ja, dan is het voor Luna, de Luna-USD-paar zal de daling wellicht relatief meevallen. En als deze naar boven uitbreekt met Luna-USD, ja, dan is het go time voor Luna. Maar daarvoor moeten we dus echt weer boven de $100 komen. Alles onder de $100, is dit een low high op de dagelijkse en verwacht ik een verdere dagelijkse downtrend. Dus dat was het voor deze video. Ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.